Monsters! Monsters! Er is maar één monster. En dat ben jij. Ga je de vlog overnemen? Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is zaterdagochtend. En Ollie en ik gaan naar Kay en Diego en naar de... Poes! En naar de poes. En Ollie's haar zit nog wild. Dus dat gaan we even snel doen en dan gaan we on the go! Ja, wij zijn gezellig bij Kay. En Kay heeft nog echt maar heel kort te gaan. En dan... Groeidicht. Nou, het staat nu wel... Nu heb je bij al best wel lang hetzelfde voor mijn gevoel. Ik heb het gevoel ook wel, maar ik merk wel aan mijn kleding dat het niet zo is. Dat het niet zo is. Ollie, ga je een kusje geven op de buik van Kay? Ah, liefie. Mm. Hond. Hond. En we gaan weer door met het volgende. Vogel. Waar had ze dan de hond gezien? Ik denk dat... Nee. Ja, ik denk wel dat ze dat als hond zat. Oh, slaap. Slaapt die, Ollie? Ja. Yeah. Gaat Ollie ook een slaapje doen? Nee. Boef is wel aan het slapen. Ga je boef een kusje geven, Olivia? Olivia is wakker van haar middagdutje, al is het 6 uur 's avonds. En we gaan nu naar Milksnor Café met Mo en Kay. Gaan we lekker avondeten. Ja, daar zie je. Tante Momo! En Tante Momo! En Tante Kay! Wij zijn bij Milksnor aangekomen. Twee vet. We hebben echt een hele grote bak met mijn favoriete eten. Dit is oprecht mijn favoriete eten. Ja, hè? Ja. Goedemorgen. Het is... Olivia. Monsters. Monsters! Waar zijn de monsters? Kom je bij mama knuffel? De monsters! Kom je knuffelen bij mama? Dat is de monsters! Knuffel bij mama? Nee! Monsters! Oh nee! Monsters! Monsters! Er is maar één monster. En dat ben jij. Ga je de vlog overnemen? Baby! Ollie, mag ik de camera? Ollie gaat kijken. Ollie gaat kijken, oké. Nee, baby! Jongens, ik heb net Olivia's haar in een middenscheiding gedaan. Wat vinden jullie ervan? Ollie. Ollie is net wakker. En ik heb me inmiddels aangekleed. Oh, het lijkt echt rood. Ik heb deze trui aan van Tommy. En een zwarte spijkerbroek. Gewoon een chill outfit voor thuis. Ik weet niet of we naar buiten nog gaan vandaag. Het regende net wel. Lijkt het wel of het gaat opklaren. Maar ik ben... volgens mij doe ik dit elke keer als ik vlog. Mijn kast aan het opruimen. Tenminste opruimen, leegruimen. Dit heb ik allemaal eruit gehaald. Dit ga ik allemaal verkopen. Mama is hier, schat. En dat maak ik even af. Ik ben even wat wasjes aan het doen. En hier een beetje aan het opruimen. Met Ollie lekker aan het spelen. Heb je een verrekijker, lieverd? Ga je dansen? Wat ben je schoor? Oh kijk, de wasmachine. Gaan we wasje doen? Goedemorgen, het is maandagochtend en ik ben al even wakker. Het is 9 uur en ik ga me nu aankleden. Ik heb net gedoucht en even mijn haar gekruld. Ik heb nog geen make-up opgedaan, want ik heb een shoot vandaag voor NC. Tijdschrift van Chantal Jansen. Oh, mijn ooglid is helemaal rood. Ik heb dus gisteren... wow, dat zie je echt heftig. Ik heb gisteren dat Revita Lash
spul opgedaan, want ik wil mijn wimpers laten groeien. Ik zie er echt doodziek uit zo. Ik ben aangekomen op de shoot van NC. Deze meiden. Hi. En ik bedenk me ineens, ik zei net dat mijn ogen zo rood waren. Ik heb gisteren dat Rapid of Revita Lash, ik weet niet hoe het heet. Zoiets heb ik op mijn ogen geknald. En ik denk niet dat het voor iedereen, want ik hoor heel veel goede verhalen over, maar ik denk dat ik daar iets te gevoelige ogen voor heb. Dus vandaar dat ik er net zo eng uitzag. Maar goed, we gaan nu make-uppen en dan shooten. En dan daarna moet ik zelf ook shooten. Ik heb deze plaknagels net voor de shoot opgekregen. Dat is allemaal een beetje overdreven, is ook het idee van de shoot. Maar ik snap niet hoe mensen kunnen leven hiermee. Het is zo moeilijk. Nee. Het is echt impossible. Oké, we zijn klaar om te shooten met mijn enge nagels. En ik mag lekker mijn eigen broek aanhouden, want het gaat van bovenaf. En dit is hoe mijn make-up is. Maar niet wil zeggen, we hadden dat is natuurlijk zo. Deze oorbellen wel vet. Ja. Esmee, waar zijn die oorbellen van? H&M. Ja, ze zijn echt nice. I like it. 12 euro. Ik ben weer thuis. Het was echt een hele leuke shoot. Volgens mij zijn de foto's heel mooi geworden en in het blad komt, dan laat ik het even weten natuurlijk. En ik ga zo even wat foto's maken voor Insta. E-mails doen nu. Dus ik ga nu even mijn e-mails doen. En ik heb een broodje meegenomen, want ik verga van de honger. Hou ik voor olie boven. Die is wakker. Ik ga eten. Een broodje met carpaccio. Oh, dat ziet er echt lekker uit. Ik hoop niet dat Monica mijn vlog kijkt. Dat zou ik echt zielig vinden. Die mist het zo erg door haar zwangerschap. Oké. Okay. Goedemorgen. Koeien, kom hier verder. Kom, uit. Zo, ga naar beneden. Olly gaat naar school. En Olly moet en zal haar poezentas om. Voorzichtig met je vingertjes. Kom. Nee, het is goed zo. Doe maar bij de deurklink. Daar, de deurklink. Maar dat is nog te hoog, hè, voor Olly, of niet? Mama helpen? Wil mama helpen? Oh, mama doet het wel. Kom maar. Zo. Ja, kom. Gaan we lekker eten. Ja. En ook van mij, goedemorgen. Het is 8:00 en we gaan lekker ontbijten. En ja, we zijn nog gezellig met z'n tweetjes. Het is dinsdag. En dan gaan we naar school, hè, Olivia? Au. Heb je au? Ik heb de poot. Oh, moet ik een kusje geven? Nee, poes. Heeft de poes au? Olivia heeft ook heel veel fantasie op het moment. Poesje. Kijk naar beneden. Oei. Zo. Zo. Gaan we even lamp aan. 1, 2. Ja, andere lamp ook aan. Ja, goed zo. En dan gaan we lekker eventjes eten maken. En wat gaat mama maken? Zo. Mama gaat koffie maken. Gaan we alles samen doen. Wat wil je op je brood vandaag? Gezondheid. Wat wil je op je brood vandaag? Pindakaas, avocado. Nee. Dank. Avocado? Nee. Bank. Doem. Hey, wat wil je op een brood vandaag? Wat wil je op een brood vandaag? Ja. Nu is het klaar. Ja. Oké, wat gaan we eten? Deze. Pindakaas? Deze. Oké, ik heb lekker door de regen gefietst. Ik ben weer thuis en ik heb Olivia op de crèche gebracht. Weer een nieuwe koffie gemaakt. En ik ga beginnen met mijn werkdag. Ik ga nu in de ochtend e-mails doen. En een aantal dingen verder met de planning van een aantal dingetjes. Projecten waar we mee bezig zijn. En dan hopelijk vanmiddag foto's maken. Alleen het regent echt zo erg. Het wordt echt een multiple koffie. Kind of day. Hoeveel koffie drinken jullie per dag voor de koffiedrinkers? Ik 3.
max 3. Meer mag ik er niet van mezelf. Heel soms 4. Maar meestal 3. Oké. Okay. Let's go. Hey, Schiphol is echt helemaal leeg. En ik heb net de familie verlaten. Fucking kut, voel ik me daaronder. Maar ik ga naar LA en naar San Francisco. Dus ga met me mee. Cool, nou ik ben ingecheckt. Het is weer gelukt. Ongelooflijk. En wat een eerste keer voor mij is, ik vlieg 's avonds naar Noord-Amerika. Dat heb ik nog nooit eerder gedaan. 10:30. Dus ik kon Olivia lekker naar bed brengen. En ik rijd morgen in San Francisco. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik ga gewoon 's nachts vliegen. Een van de laatste vluchten die uit Schiphol dagelijks weggaat. Namelijk via Mexico City naar LA. Dat lijkt een mijl op 7, maar goed. Als je 's nachts kan vliegen, dan ben je eigenlijk minder tijd kwijt. Als je tenminste ook een beetje kan slapen. En Air Mexico vliegt met de nieuwste vliegtuigen. En ik ben een beetje een vliegtuiggeek. Dus voor degene die het wil weten, is het 787-900. Dus dat gaan we even checken, dat vind ik dan weer leuk. Maar hier rondlopen is altijd wel een beetje saai. Maar goed, ben bijna bij de gate. Doei! Best gek, zo'n late departure. Maar wel chill, want zoals ik al zei, je kan slapen. En volgens mij gaat het ook wel lukken. Deze stoel is echt zo top. Echt mega, mega nice. Dus dat heeft Aero Mexico goed voor elkaar. Ik kom later als ik geland ben even bij jullie terug. Hey, groetjes uit San Francisco. Ik ben op Twin Peaks, dat is super hoog. Ik wil eigenlijk de Golden Gate Bridge laten zien. Dat is natuurlijk mega bekend. Maar zoals je ziet, het is echt mega foggy. Dus die hele Golden Gate die kon je niet zien. Ik was helemaal naartoe gereden met de auto. Dat schoot niet echt op. San Francisco is natuurlijk de tech capital van de wereld. Super soort van hipster stad. Hele rare contrasten, zeg maar. Ik weet niet. Technology billionaires, maar ook super veel armoede op de straat. Het is altijd heel raar om hier te zijn. Maar dit uitzicht is echt bizar. Moet je kijken. De show was tof gisteren. Ik vlog dat nooit, want dan zit ik in een of andere donkere club en dan moet ik mezelf zeg maar filmen. Ja, dat vind ik altijd zo weird. Misschien als ik ooit heel beroemd word, dan neem ik iemand mee die dat voor me gaat doen. Anyway, ik laat je nog even genieten van deze stad. We gaan nu naar Los Angeles. Ik ga in de studio met Sam Bruno. We zijn aan het werken aan hele toffe muziek. Hey, guys. Oké, ik heb niet veel gevlogd in Los Angeles. Ik heb eigenlijk alleen maar in de studio gezeten. En met wat vrienden afgesproken, wat super tof was. LA is altijd nice en het was goed weer. Nou, het is trouwens niet waar, het regende. Maar vandaag was het wel lekker weer. Ik vlieg alweer terug naar de family. Stap aan boord, dat was eigenlijk een hele korte trip. 48 uur in Californië moet je eigenlijk gewoon niet doen. So don't take my advice. I am not a role model. Alright guys, doei! Maar raden wie er net is thuisgekomen. Hallo? Hallo? Kom je naar beneden? Ja, het duurde te lang. Oh my god, ik kom naar boven. Kom naar boven. Hey! Hi! Nori! Sansa! Oh my god. Hi. Zoveel gevlogen. En hi. Toch weer thuisgekomen. Hallo! Oh my god. Is de Starbucks for me? Yes. Thank you. You're welcome. Oké. Okay. Ik ga naar bed, doei. Nee hoor. Heb je geslapen in de vlucht vannacht? Ja, natuurlijk. Echt? Ja. Lang? De hele vlucht, denk ik. Echt? Oh, wat lekker. Lekker zeg. Lekker hoor. Alright. Ja, upgrade naar first. Echt? Ja. Oh, wat lekker. Ja. Are you serious? Nee. Oh, wat fijn. Heerlijk.
thuis te zijn. Oh man, zo lekker. Oh, dit was echt een mijl op 7, jongens. Kijk eens wie er sokken aan heeft. Het moet van Olivia elke ochtend. Oh ja, dat is cool. Heb je Olivia gemist? Ja, heel erg. En Bibi. Ga je er iets zo mee Bibi op? Bibi eigenlijk nog meer, moet ik eerlijk zeggen. Waarom? Dat je met Bibi kan praten? Nee, omdat Bibi... We hadden toch laatst ruzie? Ja. En ik moest daar laatst... Want Bibi was daarbij. En ik vond het zo ongelooflijk volwassen hoe zij daarmee omging. En toen dacht ik echt, oh my god, this is a part of me. Who's correcting me, weet je wel? Dat is echt bizar. Ik heb iets gemaakt wat, zeg maar, mij niet gaat vertellen hoe het zit. Dus, ja. Ik neem aan dat er heel veel vaders zijn die dat ook hebben. Ik heb even mijn make-up gedaan. Niet heel boeiend. Ik heb wel vandaag voor heel veel oordingen in. Oorpiercings. Ik heb deze weer een keer in. En alle drie de gaatjes heb ik in. Onze gouden seahorse. Volgens mij is die uitverkocht. Ja. Maar die krijgen we denk ik wel weer nieuw binnen. En een earcuff. Hey guys, good morning. Ik heb me aangekleed. Volgens mij heb ik gisteren niet meer gevlogd. En ik heb een nieuw shirt. Dit Gucci shirt. Echt super leuk. En ik heb ook nieuwe schoenen aan. Die laat ik jullie beneden even zien. Ik ga naar de kapper en werken. That's on the planning for today. Ik voel me al een paar dagen niet helemaal 100% lekker. Beetje griepelig. Maar goed. Dat is nou helemaal zo. Hi Sander. Dus we gaan even eten. En oh ja, wacht. De schoenen. Kijk. Deze topschoenen. Ik vind ze echt amazing. En ze zitten echt super lekker. Ik ben op kantoor al een tijdje en we zijn bezig met pakketjes en e-mails en van alles. En het meeste op de website is helaas uitverkocht. Voor degenen die het niet weten, mijn merkje dat heet Somewhere Someday. En we hebben nu voornamelijk sieraden, maar er komen ook allemaal leuke kledingdingen zo aan. Maar daar hou ik jullie van op de hoogte. Je kan je trouwens ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Ik zal hieronder het linkje naar de website zetten. Mocht je het sowieso leuk vinden om up-to-date te blijven. Ja. That's it. Kijk, deze hebben we nog wel veel. Toch weten nog steeds heel veel mensen niet dat die rondjesketting van mij is. Die is dus hier. En hier is de Stella Choker. Die zijn ook leuk samen trouwens. Ik heb deze ook best wel vaak gewoon met die rondjesketting om. En mijn favoriet, de hartjesketting. Kijk, zo ziet die eruit. En... Zo ziet hij eruit. Kantoor, kijk hoeveel dozen met kleding daar staan. Die ga ik binnenkort verkopen. Deze plant moet echt weg. Oh my God. Jij zei laatst, en dat vind ik wel leuk, toch? Of zei het over een of andere dode kerstboom? Heb je hem weggegooid, de kerstboom? Nee, ik heb hem niet weggegooid. Die was niet dood, die was weg. Maar deze plant was nee, echt kleine. Kijk wat wij hebben. Nee, die was nep. Oh my god. Dit ziet er zo lekker uit. Oké, ik ben thuis van kantoor en van de crash. Ik heb Olivia gehaald. Waar zijn je stickers nou? Deze. Je had op je wangen sticker. Heb je die niet meer? Mama heeft wel op haar wang nog een tijger. En wat is dit? Tijdiel. Een leeuw. Goed zo. En we zijn aan het koken. Ja. We gaan de vegetarische pasta maken. Die eten we bijna altijd eigenlijk op woensdag. Dit zijn de tomatenblokjes. En daar doe ik zout en peper door. En ik ga zo de pennen maken. En in de oven zit de aubergine. Oh, mede lens beslaat. Dat kunnen jullie niet zien nu. Oké, guys. En ik wil ook even de vlog afsluiten voor deze week. Want volgens mij is het allemaal weer een beetje too much. Ik hoop dat het weer een leuke vlog was en dat jullie het leuk vonden om te kijken. Vergeet niet te subscriben hieronder, dat zou ik heel erg leuk vinden. En ik zie jullie woensdag gezellig weer.